Het eredivisie-seizoen zit er voor FC Groningen bijna op. Nog 2 wedstrijden, misschien nog wat play-offs en dan is het alweer afgelopen. Tijd om alvast vooruit te blikken op wie de speler van het jaar wordt. Dat is ons clubie, wie gaat er mee? Is tegen Ajax of bij je juichen wij als FC Groningen weer scoort. Nou, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik samen met Maarten Siepel en Thijs Faber. En wat toevallig, hier staan ze. Ze staan er al. Ze staan er al. Maarten, wij hebben het hele jaar samen een podcast gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Kom van Binnen de podcast. Een FC Groningen podcast waarin we eigenlijk wekelijks het wel en wee rondom de club FC Groningen bespreken. Nou ja, dat doe ik altijd natuurlijk met Thijs Faber. Ja, hier en daar natuurlijk ook erbij. Of altijd op de achtergrond. En dat doen we dan eigenlijk met gasten. En nu aan het einde van het seizoen, Thijs, de speler van het jaar. Ja, dus wij denken, kunnen we nog iets extra's doen om dit seizoen even mooi af te sluiten? En nou ja, daar is dan de Speler van het Jaarverkiezing uitgekomen. Dus de stembussen zijn geopend. Dan is het nu tijd voor de genomineerden. Nummer 1, Ludovit Reis. 18 jaar, knokte zichzelf in de basis in de loop van het seizoen. En staat in de belangstelling van het grote FC Barcelona. Nou, als dat geen nominatie waard is. Nummer 2, Deofaisio Zeefuik. De tank op de rechterflank. Speelt een ongelooflijk knap seizoen en doet waar alle FC Groningen supporters van houden. De lekker opklappen. Nummer 3, Mike de Wierik. Werd ineens aanvoerder, resolute centrumverdediger en gewoon het hele seizoen solide. Nummer 4, Sami Memišević. Werd als centrale verdediger op het middenveld geposteerd en speelde daar een fantastisch seizoen. En is daarom ook een van de kandidaten voor Kom van Binnen Speler van het Jaar. Dan is het nu tijd om eens even aan de Groningers te vragen wat zij eigenlijk vinden wie de speler van het jaar moet worden. Dat ga ik niet doen. Jongens, de mic is yours. En daar hebben we al het eerste slachtoffer. Mevrouw, wie is in uw ogen de speler van het jaar bij FC Groningen? Ja, dan kies ik toch voor de keeper, Sergio Pat. En waarom Sergio Pat? Nou, hij is gewoon heel erg snel en hij pakt wel echt bijna elke bal. Het einde van het seizoen van FC Groningen nadert. En dan is onze vraag, wie wordt de speler van het jaar? Ik ken den FC Groningen niet zo goed. Oh, sprach het Deutsch. Spieler, het tut mir leid. Ein Spieler? Ik ken keinen. Ik zou het niet weten, ik weet helemaal niks van FC Groningen. Geen grote voetbalfan hier. Nee. Meneer? Deutsch. Oké. Ja, kijk, Sergio Pat is natuurlijk altijd mijn favoriet. Dat makkelijk staat. Ik denk dat we Sergio niet hadden, dan was het heel anders. Ja, ik ga voor Gladon. Ja. Kai Sira is trouwens ook hele leuke speler. Sorry, ja. Maar ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Nee, geen enkele speler die denkt dat moet hem worden? Nee, die is een Chinese jongetje van mij. Ik weet niet hoe die heet. Geen idee. Niet bekend met enig FC Groningen spelers? Nou, ik zie me gewoon niet zo erg. Nee, niet met voetbal bezig? Jawel, maar niet met FC Groningen. Van FC Groningen? Van FC Groningen. Ik zou het niet weten. Kunt u 1 speler noemen? Nee. Geen 1? Helemaal niet. Dat is, ja. Ja. Nou, daar heb ik verder. Ik ben geen Groninger, dus sorry. Ajax? Die zie ik wel eens. Nou, oké, we zijn klaar hier, denk ik. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee, is het erg? Kent u geen 1 speler? Nee, ik ben zeg maar Ajaxiete, dus... Wat is dat hier met al die Ajaxieten? Ja. Nou Thijs, dat was een groot succes, dat Fox poppen. Ja, er was helemaal niks. We hadden of een Duitser, of een Ajaxiet voor de camera, of iemand die niks van voetbal wist. Nou ja, dan krijg je dat. Dan geef ik de microfoon maar even terug aan Wouter. Ja jongens, dat zag er goed uit. Ik hoop dat het online beter gaat, want anders wordt het helemaal niks met stemmen. Ben jij geen Duitser? Ben jij geen Ajaxiet en ken je wel een speler van FC Groningen? Dan kun je op deze link klikken en dan kun je stemmen.